33 jaar geleden ontstond het Boekels gemeenschapshuis Niedomo, wat mensen en verenigingen de mogelijkheid bood samen te komen. Ongeveer gelijktijdig ontstond carnavalsvereniging De Knullekes. Heemkunde is vandaag gewijd aan het 33-jarig jubileum van De Knullekes, waarvan 11 januari tijdens de reunie een tentoonstelling was te zien. Aansluitend ziet u een oud filmpje. Ja, dan gaan we eens even de expositie bekijken van De Knullekes en dat doen we met Nol, Nol Immons. Jij bent er wel niet van het eerste jaar bij, maar toch al een hele tijd, hè? Ik ben er 22 jaar bij geweest. Dus, 22 jaar. En hoe ben je begonnen als? Als de verzorging van de dansmariekjes. Oh. Die s'avonds op tijd thuis kwamen en op tijd opgehaald werden. Daar ben ik mee begonnen? Daar ben ik mee begonnen, ja. En zodoende ben ik ook bij de Raad van Elf gekomen. Bij de Raad van Elf gekomen? Ja. En je hebt nog een functie in het bestuur? Je hebt in het bestuur gezeten? Ik heb ook in het bestuur gezeten als secretaris. En ik heb verschillende jaren heb ik de krant verzorgd, de layout gemaakt. Ja, ja, ja. En zo, dus... Je hebt ook de verzorging gehad van het archief? Dat heb ik uit mijn eigen initiatief gedaan. Oh, daar heb je een opdracht voor gekregen. Oh, daar heb ik keurig bijgehouden. En nou, ja. Nou staan we hier voor een van de eerste foto's, hè? Daar, die er hangt. Ja. Met die zouave pakken aan, zouden jullie zeggen. Hè? Ja. Als ik links begin, ja, dat is Prins Knol de Nuste. Prins Knol de Nuste. Ja. En daarnaast? De orde, dat is meneer Van den Broek. Die was? Wat was die? Schatbewaarder. Schatbewaarder. Ja. En dan kreeg hij? Meneer Reine, Toon Reine. Ja. En Sjaak Van den Broek. Mister Misters. En dan zie je, daar staan Piet en Dappere. Ja. Toon Tielemans. Wilming Kanters. Dus de secretaris was je toen. Ja. Jane Vermierlo, Piet Beekmans en Martien van de Ven. En onze vader als ordebewaarder. Die was ordebewaarder. Ja. Dus dat was een andere uitmonstering als nou, hè? Ja, heel dat is niet meer te vergelijken. Was dat nodig, zo'n ordebewaarder? Nou, toen de tijd misschien niet zoveel als nou. Want het ging er toch altijd gezellig naartoe. Toch wel. Heb ik tenminste altijd horen vertellen. Ja. Vanavond is hier een grote reunie van leden en oudleden. En die kunnen dan allemaal nog eens kijken naar de prachtige foto's en andere materiaal dat hier opgehangen is. Maar we willen toch even in ons blokje heemkunde terugduiken in de geschiedenis van De Knullekes. En met wie kunnen we dat beter doen dan met Toon Reine? Toon, welkom. Ik moet aannemen dat jij alles van de geschiedenis van De Knullekes af weet. Jij bent er van het begin van bij geweest. Maar vertel ons nou eens, van hoe zijn jullie begonnen? Alles, dat is nog wel een beetje te veel gevraagd. Maar hoe dat we begonnen zijn, dat kan ik me toch wel enigszins herinneren. Op verzoek van de gemeente is aan de heer Nekelen, toentertijd Knillis Knol, gevraagd om, nu we toch een nieuwe domo in Boekel kregen, om carnaval op te gaan richten, om eventueel carnaval in Boekel te houden. En de heer Nikkelen die heeft dus weer enkele mensen aangezocht. In dit geval de heer Immons en de heer Van den Broek. En die drie samen die zijn gaan bij elkaar gaan zitten. En die hebben eens gepraat. Wat kunnen we het beste gaan doen? En zo is eigenlijk een klein beetje de carnaval ontstaan in Boekel. Ondanks dat we heel weinig gedaan hebben het eerste jaar. En die hebben dus weer verder leden aangezocht. Want ja, ik las in het boek 650 jaar dat het eerste jaar was er één bal, één gekostumeerd bal. Dat klopt. Dat was inderdaad één gekostumeerd bal. Wij hebben dus in 1959 een oprichting gedaan. We zijn van de ene café naar de andere gegaan met de bedoeling om carnaval een klein beetje toch naar voren te kunnen brengen. Maar ja, dat lukt niet. We hadden eigenlijk geen onderkomen. En toen hebben we alleen maar wat vergaderd om het jaar daarop, in 1960, zoals je al zei, het eerste bal te kunnen gaan houden. En dat is inderdaad dan ook gebeurd. Ja. Weet u nog wanneer de eerste optocht is geweest? De eerste optocht was ook al hebben vlug? Wij getracht, ja, ik meen te weten, in 1961 hebben wij getracht een kinderoptocht te houden. Wat in onze ogen vrij aardig gelukt was. En dat er dus waar de Raad van Elf dan ook mee meeging. Ja. Met dat beroemde paard wat ik net al zei, wat aangekleed werd bij Willem Kanters. En daarna is denk ik in 1962, meen ik te weten, de eerste optocht geweest waarin dus grotere en iedereen deel kon nemen. Je zei straks van het eerste jaar was het veel vergaderen, hè?
Ja. Maar jullie had dan nog andere activiteiten, hè? Want je wou ook nog zo 's nachts op de been. Dat klopt. Om ergens iets weg te halen. Ja, nou, direct weg te halen. Nou, je werd soms uitgedaagd om iets te doen. Goed begrijpen. Iets te doen. We werden soms uitgedaagd. We werden door Aal Riksel, dat was het allereerste. Werd tegen iemand van de Raad van Elf gefluisterd. Nou, die hebben daar een enorme gans zitten. Die zou op de kiosk zitten. En een beest zo groot als de kiosk. Dat kon amper op een vrachtwagen. Ja. En dat was niet weg te halen. Enzovoort, enzovoort. Ja, dat was toch wel weer iets dat je zegt. Het is een uitdaging om er iets aan te gaan doen. Ja, ja. En dat werd in een vergadering gezegd. En ja, zonder twijfel zei ze, ja jongens, als dat zo moet en ze dagen zo ver uit, dan zullen we dat maar eens gaan proberen. Ja, ja. Grandioos gelukt. Ja. Helaas, hij was heel goed opgeslagen bij Toon Tielemans. En ik zeg net helaas, want Toon die zou erover waken. Die had een geweer in huis. Oei, hij had een schitterende grote hond om dat ding te bewaken. Maar de hond moest denk ik wakker gemaakt worden om te blaffen. En Toon ook, want ze hebben het bij Toon weggenomen. Oh. Oh, die was dus ook bij de eerste vergadering, bij de dingen. Oh. Nee, die was bij de tweede raad. Maar helaas hebben ze het daar weggehaald. Maar ik heb er nog eens meer van die activiteiten gepleegd. Hè? Ik denk ook aan de uil uit Erp. Hè? Ja, dat is inderdaad waar. Dat was ook, toen was... midden in de nacht met een kraan. Prins Piet, de tweede of de derde, denk ik wel, in dit geval van Antwerpen. Die, wij gingen met z'n tweeën eens naar Erp, gewoon in een café even zitten. En dan hoorde je dan ook dat ze daar... We hadden dat ding wel zien staan, zo moet ik het eerst zeggen. We hadden die uil wel zien staan en zeiden, potverdik, dat is toch wel een gigantisch groot ding. Hè? Het was geloof ik 800 kilo of iets. En daar hadden ze dus, zijn we naar een café gegaan en daar hadden ze ook wel weer geprikt van dat is niet mogelijk, want dat is te zwaar. Ja. Ja. En dan zeg je zoiets in een vergadering. Dan zeiden de jongens uiteraard, de Raad van Elf, nou, dat kunnen we niet laten staan. Dat moeten we meenemen. Nee. Hè? Dus op een gegeven moment, 's nachts om 2:30 was het aantreden. Met Bert van Handel zijn kraan. En als je hem hier start, dan hoorde je hem in Erp al aankomen. Ja. Hè? Maar dat was een tijd van 3 minuten was zoiets gebeurd. Was heel het geval opgeladen. En die heeft toch wel een beetje gevolgen gehad. Die uiteraard naar de hand met een carnavalsrechtszitting bijzonder goed in zijn geheel weer in orde gebracht. Ja, dat waren plagerijen. Ja, want ik neem aan dat ze de knol die we in de tijd hadden. Inderdaad. Dat ze het ook wel eens ooit gepikt hebben. Op een gegeven moment was er niks meer veilig. Nee. We hadden de knol en dat is eigenlijk wel heel leuk om dat eens te vertellen. We hadden zelf er eentje die woog ook ongeveer in die koers van een 100 of 8 kilo. En die had hij op de markt geplaatst met een alarminstallatie eraan. Door de stenen, zo langs de regenpijp, naar het gemeentehuis, naar het torentje, een draadje. Zo naar Van den Bos. En van Van den Bos liep je achterdoor bij Van den Broek, woonde toen nog door de tuin, onder de weg door bij ons, op de slaapkamer. Dus dat ding moest zonder meer goed bewaakt worden. Helaas, het alarm deed niet toen ze de knallen weghaalden. Oei. Hij was nog eens een keer verdwenen. Ja. En ze hadden de attributen wat er overbleef, hadden ze bij mij in een tuin neergezet. Ja, en belden ze even naar de hand op. Zeg, toen hadden we ook nog de ceremonie, ja, van misschien een reden, maar de ceremonie kan ik me herinneren van, er werd carnaval dinsdag om 11:50 werd er iets opgestookt. Ja, dan moeten we toch weer even iets terug. Dat is inderdaad, in het begin werd er altijd een knillesknol gemaakt. Hè? En die werd dus met carnaval 11:50, dan was het eigenlijk ook afgelopen. Hè? Maar dan werd nog even de knol verbrand. En dan de leden van de raad, die niet genoeg gedronken hadden, die mochten dan een glaasje bier drinken. Maar dan kwam je vanuit Niedomo in een temperatuur van 25, misschien wel ooit 30 graden. En buiten de vroren de graden 15, 20. Ja, dat kon niet, want dan had je daar snel een carnaval. Veel zieken. Ja, inderdaad. Ja, daar is nog altijd niemand. Het was toch zo dat er dus, daaruit voortvloeide. Dus er, om die reden is eigenlijk dat er vanaf gezien. Ja, inderdaad. Het was ook ieder jaar was het zo'n ding weer opnieuw bouwen en dan werkzaamheden eraan. En in een tijd van 10 minuten was het gelijk gebeurd. Ja. En daarbij de brandweer die rukte dan uit en er was zoals lawaai en zoiets. Nou, daar zijn we toch maar op een gegeven moment vanaf gestapt. Ja.
Ja. Maar zo is het eigenlijk begonnen. Zo is het ongeveer begonnen. Hè. Je kunt, ik vertel het nou in kort even, hè, maar je kunt wel begrijpen dat, de gevolgen van die knol, dat is enorm geweest. Want dat is, de hele bevolking leefde mee. Ja. Ja. Iedereen die zat ongeveer in de opsporing met auto's en in de gekste vormen. Op handen en voeten werd er door handen gekropen. Ja. En, Maar het was wel spannend. Ja, het was inderdaad spannende wel tijd. Spannend hoor. Ja. Ja. Mooie tijd. Maar het moet ook een keer ook weer afgelopen zijn. Ja, ja, ja. Een scepter is makkelijk meenemen. Hè? Ja, dat is een klein, dat is, groot stukken. Dat is geen aardigheid. Dat is, te gemakkelijk. Ja, dat werd toch nog wel gedaan. Ja, dat weet ik. Kun je nog iets meer vertellen over de geschiedenis van vroeger dan? Nou, zo dat je zegt, nou, dat is nog een mooie anekdote. Of, mijn streven was, we hebben in eerste instantie hebben dus onze prins Cornelis Knol, die het bijzonder goed gedaan heeft. Was mijn streven toch wel om iets, als je dat eens kijkt naar de kleding die we dan aan hadden. Ja. Begonnen met boerenkielen, toen hadden we een pakje aan. Dat zal de camera misschien wel een keer in het beeld nemen. Ja, dat doen we dadelijk, ja. En dat was dus ook maar van een jaar. Dat was toch niet het streven. Toen zijn we overgegaan naar een grijze broek met een blauwe jas. Eerst een cape nog en naar de hand nog een blauwe jas. Ja, toch uiteindelijk wou je naar iets meer georganiseerd. Ja. Dat je zegt, laat ons toch een beetje organisatie. Ja. Het werd steeds drukker in een fatsoenlijke kleding, wat behoorde. Je pikte wat op van een bos. Daar moet dat Cornelis. Ja. Bos was alles Cornelis en je pikte iets op uit het zuiden. En, kijk, dat is in de loop der jaren ook wat veranderd. Ja, hè? Uiteraard. Je kreeg dus een bestuur en dan zei je, je moet toch wat standvastigheid krijgen. Dan krijg je een stichtingbestuur op een gegeven moment. En zo ga je dan verder tot je dus een goed georganiseerde vereniging krijgt. Ja.